Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Het moeilijke boek van Max Havelaar, geschreven door Multatuli. En Multatuli is dezelfde als Eduard Douwes Dekker. Dat is zijn echte naam. En Multatuli is een pseudoniem en dat betekent ik heb veel geleden. En wie het verhaal aanhoort zal begrijpen waarom. Het is geschreven in 1860, althans uitgekomen in 1860. Het is in een paar weken op een Belgisch bovenkamertje, op een zolderkamertje gemaakt. Het is ongelooflijk, want het is een absoluut meesterwerk. Maar je moet een beetje ingewijd zijn in die Indische bestuurscultuur. Dat ga ik nu proberen uit te leggen. Wie de Max Havelaar wil begrijpen, moet eerst dus de bestuursstructuur van Indië begrijpen. En dat is het huidige Indonesië. Dat eilandenrijk met 30 miljoen inwoners in de 19e eeuw, een derde wereldland dus, was het een derde wereldland dat door Nederland als kolonie werd uitgebuit. Indië leverde specerijen zoals kaneel bijvoorbeeld, maar ook koffie en suiker, naast allerlei andere producten. Daar werd ongelooflijk veel geld aan verdiend. Als je in Amsterdam de rijke grachten bekijkt van die rijke huizen, die zijn voor een groot deel ook uit de 19e eeuw, stammen die, en eeuwen daarvoor. En dat is allemaal verdiend in Indonesië, in Nederlands-Indië. In de 19e eeuw werd grofweg 30% van het bruto nationaal product van Nederland verdiend in Indonesië. En daar was een heel geraffineerd bestuurssysteem ontworpen om de bevolking zoveel mogelijk voor Nederlanders te laten werken. Door fix belasting te heffen en die mensen aan te zetten bepaalde gewassen te verbouwen en andere niet. Daar was een heel systeem voor bedacht. En men had de inlandse adel, de zogenaamde regenten, ook een rol toebedeeld. Daarmee hield men de bevolking natuurlijk ook kalm. Want dat waren mensen van eigen inlandse adel. Op Java bijvoorbeeld waren dat inlandse adelfiguren die regenten werden genoemd en die hielden de eigen bevolking er ook onder, omdat die zichzelf wilden verrijken. En zo waste de ene hand de andere. Nederland kon zijn specerijen en suiker en koffie naar het buitenland exporteren, maar ook naar Nederland halen en daar geld aan verdienen. Batavus Droogstoppel in het boek is een van die makelaars in koffie. En een van de mensen die dus heel veel geld eraan verdiend heeft. Bovenaan in de structuur in Indië stond de gouverneur-generaal. Wij zouden dat nu de koning noemen. In Nederland was het koning Willem III. In Indië was het de gouverneur-generaal die te buitenzorg resideerde in een groot paleis. Hij was als het ware de koning van Indië. Daaronder kwam de Raad van Indië, bestaande uit 5 personen, die de gouverneur-generaal raad gaven, want het is natuurlijk een enorm rijk, dat eilandenrijk Indonesië, dus je had wel meer mensen nodig die zich bezighielden met de grote lijnen, en dat was de Indische, of dat was de Raad van Indië. De adviezen die Raad van Indië gaf, hoefde de gouverneur-generaal niet op te volgen. Daar weer onder die Raad van Indië, waren er residenten die over grote gebieden gingen, nog wel zo groot als bijvoorbeeld een kwart van Nederland of zo. Zoiets moet je voorstellen, een paar provincies groot, hele grote gebieden gingen die over. En die hadden weer onder zich assistent-residenten. En een van die assistent-residenten is Max Havelaar, die assistent-resident te Lebak wordt. En die hadden dus weer assistent-residenten onder zich en daaronder waren er talloze beambten, controleurs. De controleur Verbrugge speelt in de Max Havelaar een rol.
en allerlei andere beambten, want er moest heel veel gebeuren. Toezicht gehouden worden op de belasting, dat die afgedragen werd. Toezicht gehouden op de landbouw, dat bepaalde producten geteeld werden en niet andere. Dat dat verder allemaal goed ging met de bewatering van de dessa's waar de rijst groeide. En de waterstaatswerken dus, voor de irrigatie. Er moest politie zijn, er moest recht gesproken worden. Nou, je kunt je voorstellen dat het een gigantisch overheidsapparaat was. Maar hoe hield je nou die bevolking onder controle? Hoe deden de Duitsers dat in de Tweede Wereldoorlog? Die benoemden als burgemeester van een stad iemand die hen welgezind was. En die hield dan zijn eigen inwoners er weer onder. En zo gebeurde dat in Indië ook. Op het niveau van de residenten en assistentresidenten, dus ook in Lebak, functioneerden de regenten. Er waren mensen van inlandse afkomst die samenwerkten met het Nederlandse bestuur, of zouden moeten samenwerken met het Nederlandse bestuur. En die dus weer invloed uitoefenden op de inlandse bevolking daaronder. Ze werden enorm vereerd, die regenten. Ze waren vaak van adel en aan hen werden goddelijke krachten soms zelfs toegekend. Er zijn verhalen bekend van het kauwen van siri. Dat is een bepaald soort tabaksachtige plant, geloof ik. In ieder geval een roodachtige plant. En die spuug je dan op een gegeven moment uit. En als zo'n heilige regent in de ogen van de inlanders dat uitspuugde, dan staken ze dat graag in hun mond. Want dan zou iets van de kracht van die regent overgaan op hen. Dat is een beetje een nare anekdote, maar het geeft aan hoe er tegen die regenten werd aangekeken. Die regenten hadden ook rechten. Ze mochten inlanders zomaar oproepen om op hun erf bijvoorbeeld te komen werken of op hun rijstvelden zonder dat ze daarvoor betaald werden. Dat zijn de zogenaamde herendiensten en daar werd flink misbruik van gemaakt door die regenten. Terwijl ze juist bedoeld waren om het volk te beschermen tegen uitbuiting, gingen ze het volk zelf uitbuiten. En de residenten en assistentresidenten moesten met die regenten van adel, van Javaanse adel, omgaan als was het hun jongere broer. Dat is een tamelijk emotionele verklaring voor iets heel kies, iets ligt heel gevoelig. Hoe ga je met die regent om? Die moest je alle eer geven, die hadden grote families, die hadden veel geld nodig, heel veel geld. Er gingen tonnen per jaar doorheen, omdat ze ik weet niet hoeveel mensen moesten betalen en ook een bepaalde stand op moesten houden. Dus die waren echt heersers op hun eigen gebied, wat de inlandse bevolking betreft. De residenten en de assistentresidenten legden ook een eed af, waarin ze zei dat ze trouw zouden zijn aan het Nederlandse bestuur en alles zo eerlijk mogelijk en menselijk mogelijk dus zouden doen. Maar in de werkelijkheid kan daar helemaal niks van terecht. Want het waren vooral die regenten die op een enorme manier de inlandse bevolking onderdrukten. Onder andere door buffels af te pakken, maar nog wel een paar andere dingen. Hier wringt dus de schoen, want als de assistent van resident van Lebak, Max Havelaar, aankomt, ontdekt hij dat de regent Raden Adipati zichzelf verrijkt door zijn volk uit te buiten. Mensen te dwingen zonder loon op zijn rijstvelden te werken. Hij neemt ze buffels af. En hij knevelt ze op allerlei manieren zo erg dat de mannelijke bevolking uit de omgeving van Lebak op de loop gaat naar andere gebieden om het beter te hebben. Het ontvolkt. Zo slecht staat het ervoor. Zo ver gaat die regent dat er hongersnood is in het district Lebak. Mensen eten daar zelfs zand. En mannen trekken weg uit het toch al arme district. En Havelaar ontdekt, Max Havelaar ontdekt,
dat zijn voorganger daar ook al tegen geprotesteerd heeft en ook al de regent min of meer aan de orde, aan de kaak gesteld heeft. Maar ja, daar, dat heeft hij met de dood moeten bekopen, want hij is vergiftigd. Dus hij weet eigenlijk al hoe de zaak ervoor staat. Omdat Max Havelaar als een idealist wordt gekenschetst, en omdat hij slecht tegen onrechtvaardigheid kan en een zwak heeft voor de inlandse medemens, en omdat hij een eed heeft afgelegd, onderneemt hij actie. Hij klaagt de regent Radin Adipati aan. En hij doet dat in een brief en die schrijft hij naar de resident Slijmering. Heel komisch, dat is een man die in korte zinnen spreekt, zoals ik nu. Heel grappig beschreven. De regent zou misbruik van zijn gezag maken, onwettig beschikken over de werkkracht van de onderhorigen en zijn bevolking uitzuigen. Zijn schoonzoon wordt ook beschuldigd, de schoonzoon van de regent, van medeplichtigheid. Ze zouden het samen doen. En die brief die stuurt Max Havelaar naar Slijmering, want hij is assistent-resident, Max Havelaar, en hij stuurt het naar zijn, hij is ondergeschikte, en hij stuurt het dus naar zijn baas, Slijmering. Maar het valt helemaal verkeerd, die brief, bij de resident. Die denkt, ik wil geen gedonder in mijn omgeving van Lebak, want ik wil alleen maar gunstige rapporten naar het gouverneur-generaal sturen over mijn gebied. En ik wil, ik zie wel wat er gebeurt, maar ik wil dat allemaal in de doofpot stoppen. Zoals in heel Indië gebeurde. Hij weet van het onrecht, maar hij wil het dus stilhouden. Hij, Slijmering, gaat dan naar de regent. En die vraagt hem of hij niet iets tegen de assistent-resident heeft. Nou vraag ik je. Hij wordt beschuldigd van allerlei afschuwelijke onderdrukking. En dan gaat die Slijmering een beetje slijmen. Daarom heet hij ook Slijmering natuurlijk. Met die regent. En die vraagt hem, heeft u iets tegen de assistent-resident? Want dan kan hij dan natuurlijk gebruiken. Maar dat heeft hij niet. Dan geeft hij hem toch wat geld. Nou, dat kan de regent altijd gebruiken, want die is altijd in geldnood. En omdat Havelaar zijn klacht niet wil intrekken, wat hem wel gevraagd wordt door Slijmering, wil je het niet intrekken, die klacht, komt er een onderzoek. Maar ja, je raadt het al, dat levert helemaal niks op. Want er zijn wel 7 getuigen opgeroepen, er zijn 7 mensen die wilden getuigen. Dat, maar die zijn zo geïntimideerd door die regent en door medestanders van die regent, dat ze helemaal geen getuigenis durven afleggen. Dus er komt niks van terecht. Dan wil Max Havelaar voor de arme uitgebuite inlanders, waar hij gevoel voor heeft, wil hij het nog hoger opzoeken. Waar ga je dan heen? Dan ga je of naar de Raad van Indië, maar hij neemt meteen een grote sprong. Hij denkt, als ik het bij de gouverneur-generaal neerleg, zal die toch wel uiteindelijk het voor mij opnemen en zeggen, je hebt gelijk, we moeten er wat aan doen. We moeten dat uitzuigen van de bevolking, moeten we tegengaan. Maar nee hoor, hij wordt niet eens ontvangen. De eerste keer wordt er gezegd, de gouverneur-generaal heeft feit aan zijn teen. Een feit is een zweer, hè? En dus kan hij je niet ontvangen en de volgende dag is hij al weg. Dus hij wil er liever ook niks mee te maken hebben. Hij denkt van dat gezeur, daar wil ik van af zijn. Het gaat toch goed, er komt toch voldoende specerijen en koffie enzovoort. Nederland binnen, we verdienen er lekker aan. Wat kan mij die inlanders schelen? En dan ben je gouverneur-generaal, hè? Dan ben je bij het hoogste. Dus het hele systeem is door en door corrupt. Havelaar neemt dan eervol ontslag. Moet je even goed voorstellen wat dat betekende. Hij had een mooi huis in Indië. Hij had veel schulden, want hij kon slecht met geld omgaan. Maar hij had een mooi huis, geeft hij allemaal op om een principe kwestie. Het is een principienrijter. Hij denkt van het is mijn principe van dat ik niet meedoe aan het uitzuigen en uitbuiten van de bevolking. En dus neemt hij eervol ontslag
En hij stort zich daarmee in de armoede met vrouw en kind. De kleine Max, hè, is een kind. Dan wil de gouverneur-generaal hem nog wel overplaatsen naar een ander district. Maar hij beseft dat het systeem zo door en door kapot is, zo corrupt is, dat hij daar tegen dezelfde onrechtvaardigheden zou aanlopen en zou hij van vooraf aan moeten beginnen. En dus heeft hij zelf dan maar ontslag genomen. Als hij op audiëntie gaat, dan wil de gouverneur-generaal hem dus helemaal niet horen. Dat is wel het toppunt van verschrikking. Hoe wordt dat nou verteld in de Max Havelaar? Nou, het boek kent drie perspectieven. Dat van Batavus Droogstoppel. Daar moet ik altijd erg om lachen als ik die passages moet lezen. Dat van Ernst Stern. Het perspectief ligt bij Ernst Stern, een Duitse stagiair die op het kantoor van Batavus Droogstoppel, de makelaar in koffie, komt werken. En tenslotte neemt Multatuli, de schrijver zelf, de pen op. En hij schuift Batavus Droogstoppel aan de kant, stik in de koffie en verdwijn. En hij bedankt Ernst dat hij het verhaal heeft opgeschreven dat ik zojuist verteld heb. Dat is dus het perspectief van Ernst. En hij eindigt met een schitterende slotaanklacht. Een indringende vraag stelt hij dan aan Willem III, koning van Nederland en van Indië. Het boek opent met Droogstoppels perspectief. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht 47. Dat is een wereldberoemde zin geworden, althans in Nederland een heel beroemde zin. Dat is de eerste zin van de Max Havelaar. Hij vertegenwoordigt de profiteurs, die Droogstoppel. De zakenmensen die rijk worden aan de handel in koffie. Die zich totaal niet bezighouden met de onderdrukking van de inlanders. Die daar wel weet van hebben, maar die het wel goed vinden als ik maar geld verdien. En die koffie is nog wel geplukt door die inlanders voor die Batavus Droogstoppel. Maar hij trekt zich daar niks van aan. Hij is een conservatieve dorrepaal. Een droogstoppel is een uitdrukking geworden die je in het woordenboek kan vinden. Zo beroemd is die Max Havelaar ook. Hij is dom, pedant en traditioneel godsdienstig. Dat is wel pijnlijk, want met die godsdienst rechtvaardigt hij de uitbuiting van de inlanders. God heeft het zo gewild. En praat hij de armoede ook in Nederland in de 19e eeuw goed. Iedereen moet op zijn eigen plaats blijven. God heeft je daar gewild dat je arm was, dan moet je het ook maar accepteren. Poëzie, romans en toneel, daarvan zegt hij alles leugens en onwaarheid. Dat is ook een zinnetje dat steeds terugkomt. Ik zeg waarheid en gezond verstand. Voor de schrift maak ik natuurlijk een uitzondering. Dat is heel humoristisch, want als je je waarheid en gezonde verstand op de schrift loslaat, dan ga je vragen stellen als, zijn die wonderen eigenlijk wel echt gebeurd die Jezus in het Nieuwe Testament heeft gedaan? En dat is een kritische vraag en dat bij die groep wil hij niet horen. Nee, hij is een conservatief, aards, conservatief, godsdienstig mens die meent dat ieder krijgt wat hij verdient. Het is een beetje van die Amerikaanse evangelicals hebben dat ook wel. Die zeggen van, als je maar bidt dat je rijk wordt, word je ook rijk. En hij heeft zoiets van, als je arm bent, dan zou je dat wel door God gekregen hebben, omdat je het verdiend hebt. Bij het makelaarskantoor komt op een gegeven moment een Duitse jongeman te werken, Ernst Stern. Die het Nederlands al heel goed beheerst, heel snel. Ook ontmoet hij Max Havelaar, die hij Sjaalman noemt. Ik bedoel nu Droogstoppel met hij. Ook ontmoet Droogstoppel Max Havelaar. En die noemt hij Sjaalman, omdat hij geen jas heeft en een grote sjaal om heeft. En Sjaalman vraagt hem
borg te staan voor het uitgeven van een boek, want hij heeft heel veel geschreven. En dat is het beroemde pak van Sjaalman. Wat ze op tentamen ook altijd vragen, wat is het pak van Sjaalman? Nou, dat is het boek van de Max Havelaar zit erin, maar nog veel meer wordt ook opgesomd in het boek wat erin zit. Niet Droogstoppel ziet iets in dat pak van Sjaalman wat hem wel aantrekkelijk lijkt, maar zijn zoon Frits, die er een gedicht uit opzegt en de hele familie is ontroerd. Nou, denkt Droogstoppel, dan moet het wel wat wezen. En hij maakt een deal met Ernst Stern en hij zegt, als jij nou uit dat pak dat ook over koffieveilingen moet gaan, want dat stond er ook bij, als jij daar nou een verhaal uit destilleert en dat opschrijft, dan kunnen we kijken of we dat kunnen uitgeven. En die Ernst Stern die heeft dus eigenlijk dat gedeelte van de Max Havelaar en de regenten en die ruzie die ik zojuist besproken heb, heeft hij eigenlijk geschreven. Dat staat in het pak van Sjaalman. Dus dat is het tweede perspectief. Max Havelaar en zijn ruzie met de regent wordt daarin beschreven. Dat heb ik zojuist uitgebreid uitgelegd. In dat pak zit nog meer. Er zitten twee klassieke verhalen in. Eén daarvan illustreert het slechte bestuur in Nederlands-Indië. Dat is de geschiedenis van Saïdja en Adinda. Als je het boek nog te pak kan krijgen, zou je dat nog even moeten lezen. En anders moet je even op scholieren.com de gebeurtenissen opzoeken en dat even uit je hoofd leren hoe dat verhaaltje gaat. Prachtig verhaal over het steeds maar weer afnemen van een buffel, over de liefde tussen Saïdja en Adinda en dat ze dan uiteindelijk door het Nederlandse bestuur, doordat hij een dorp plat brandt, is Saïdja dan gedood en Adinda wordt ook gedood. En dat is een heel aangrijpend verhaal dat wel eens apart op de lijst voorkomt. Als apart nummer. Maar dat vind ik wel een beetje ver gaan, want het is niet zo'n heel dik dan. Niet zo'n heel dik nummer dan. Niet zoveel bladzijden. Het tweede verhaal, wat er ook in voorkomt, is het verhaal van de Japanse steenhouwer. Een prachtig Oosters verhaal over een Japanse steenhouwer die ontevreden is met zijn leven. En de zin en tevreden was hij niet. Komt steeds terug en hij wil steeds weer iets anders zijn. De ene keer, hij begint met ik ben Japanse steenhouwer en ik ben niet tevreden. Nou, wil je dan de zon zijn die op die steen schijnt en die steen verhit? Ja, dat wil je dan zijn, maar dan ben je de zon en dan ben je weer niet tevreden. Wil je de wolken zijn die voor de zon gaan? Nou, zo gaat het verder. En uiteindelijk is het eindpunt dat hij weer gewoon is wie hij aan het begin was, namelijk Japanse steenhouwer. Prachtig, zen-achtig verhaal. Heel mooi opgeschreven. Het is moeilijk dat Japanse steenhouwer een plaats te geven in de Max Havelaar in het verhaal verder, maar het is wel prachtig. In Ernst Stern herkennen wij de 19e-eeuwse romanticus. Dat vragen ze op tentamen ook, wat is het voor iemand? Ja, iemand die het gevoel heel hoog heeft zitten. Voor VWO'ers weet je nog, de verlichting was de periode van het verstand of de reden. Reden en verstand, niet reden, maar reden. Reden van de eeuw van het verstand. De 19e eeuw is die van het gevoel. En die Ernst Stern, die heeft ook avondjes met poëzie en zo, dus het is typisch gevoelig. En dat is dus een romanticus. Zoals gezegd, tenslotte neemt Multatuli dan zelf de pen op. Hij bedankt Stern, schuift hij ook aan de kant. Hij heeft hem in het leven geroepen, die Stern, en nu kan hij hem als schrijver aan de kant zetten. En hij jaagt Droogstoppel weg, stik in de koffie en verdwijn. Ook dat is een vaste uitdrukking geworden in de Nederlandse taal, die je nu niet meer zoveel hoort. Misschien omdat het Max Havelaar ook wat minder populair is, maar vroeger wist iedereen waar je het over had.
Stik in de koffie en verdwijn, zegt hij tegen Droogstoppel. En hij neemt dan zelf de pen op en hij schrijft een aanklacht op. De belangrijkste punten van die aanklacht zijn: ten eerste, Multatuli zegt, de hoofdstrekking van dit boek kun je onmogelijk weerleggen. De hoofdstrekking van het boek is niet te herleggen. En de hoofdstrekking is, de Javaan wordt mishandeld. En wat je, hoe je ook redeneert en wat je ook zegt en wat je ook bedenkt, daar kun je niet van zeggen dat het niet waar is. De hoofdstrekking van dit boek is niet te weerleggen. De weerlegging van de hoofdstrekking. Dan het tweede punt. De Javaan wordt mishandeld. Dat is eigenlijk hetzelfde als de vorige. Derde punt. Politiek punt. Er ligt een roofstaat aan de zee tussen Oost-Friesland en de Schelde. Dus dat is Nederland. Hè? Nederland is een roofstaat. Nou, dat is een keihard oordeel, maar volgens mij terecht. En tenslotte draagt hij het boek op aan Willem III. En hij zegt dan, of het uw keizerlijke wil is dat Havelaars worden bespat met de modder van de slijmeringen en de droogstoppels, en dat daarginds uw meer dan 30 miljoen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in uw naam. Het is dus een erbij betrekken van de allerhoogste macht die nog boven de gouverneur-generaal staat, Willem III. Het is mij niet bekend of Willem III daar ooit op gereageerd heeft. Ik geloof van niet, maar als iemand van jullie dat gehoord heeft of gelezen, dan verneem ik dat graag. Multatuli is een genie. Het is absoluut de belangrijkste schrijver van de 19e eeuw. Dat je het op je lijst hebt genomen is heel knap. Je zal er wel moeite mee gehad hebben om doorheen te komen. Je hebt nu wel de belangrijkste punten van mij op een rijtje gekregen. Je weet hoe het in elkaar zit. Je weet wat het belangrijkste is. Doe er je voordeel mee. Moet je volgende week nog, wens ik je van harte veel succes. Vond je het wat? Even liken. En abonneer je op mijn kanaal als je nog in een lagere klas zit, nog niet in de examenklas. Want dan heb je nog heel wat boeken om uit te kiezen. Ik dank je wel.